sta ik dan? Op de skis? Ik werk in de buitenland. Want ik moet trainen. Ja. Want in Georgië ga ik met collega's mee op de skis. We hebben daar even skipolitie in het skigebied vlakbij de Russische grens. Maar dan moet ik natuurlijk wel een beetje normaal op de skis staan. Dat heb ik nog niet gedaan. Vandaar dat ik nu hier ben. Beetje naar binnen zitten te drukken. Dan je aardrijd door de kop. Juist! Dat is het! Zie je dat met Joop? Gaat Joop nog wel mee? Hop! Juist! Rechtop! Mijn eerste afdaling heb ik gehad, maar ik moest alleen maar glijden en remmen. Maar ja, dat doen die driejarigen ook daar. Dus als die het kunnen, moet ik het zeker kunnen. Ik ga hem niet aantrekken. Mag wel. Duwt hem maar uit daar. Laat hem lopen. Doorstappen. Maar je lijf gaat eigenlijk mee met de kant waar je naartoe wil. Maar dat is een tot een tegenstrijdig denken. Ik vond het ontzettend leuk, ja. Ja, ik ga meer lessen komen nemen. Ja. Ik kan jou wel naar het curven krijgen, hoor. Ja? Jazeker. Je hebt gewoon talent. Oh. Je hebt een gevoel voor. Leuk, jongens. Ja. Nou, ik vind het nog steeds heel spannend. Want anderhalf uur op de skis te hebben gestaan betekent niet dat je natuurlijk echt een piste af kan. Maar dit geeft me wel heel veel vertrouwen om het in ieder geval te gaan proberen. Want ik laat hem natuurlijk nooit kennen. En ook in Georgië niet. Ik ga nog één keer naar beneden.